week hebben gehad om het event te promoten. Dat zegt denk ik heel veel. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En vooral ook heel fijn, Rashida Lamrabet, dat jij er bent. Dank je wel om mij hier te vragen. Voor het eerst spreekt zij in Nederland over haar boek Zwijg, Allochtoon. We gaan daar zo met haar uitgebreid over spreken. Ze gaat vertellen waar het boek over gaat, wat de directe aanleiding is geweest. En we hebben ook nog eens vier fantastische Nederlandse denkers uitgenodigd. Namelijk Jerry Afrije, dichter, mensenrechtenactivist en voorman van onder andere Kick-Out Zwarte Piet. Hasna Bouassa, journalist, columnist en programmamaker. Sinan Chankaya, cultureel antropoloog, onderzoeker. En Jamil Yilmaz, sociaal ondernemer en opiniemaker. Dus deze fantastische mensen gaan ook nog verder praten over dit onderwerp. Een andere reden ook waarom we hier zitten, ook denk ik goed om te zeggen, is, ik denk dat dat voor veel mensen ook hier geldt die hier zijn, en zeker ook voor ons, is dat we behoefte hebben om over onderwerpen te praten die niet op de manier moeten zoals dat in de mainstream media gebeurt. We gaan het vandaag hebben over de dubbele standaard in de vrijheid van meningsuiting. Punt. Het is een feit. Het is geen vraag. En dat is wat je vaak ziet gebeuren in talkshows, is dat het nog als een soort vraag wordt geponeerd. Is er een dubbele standaard in de vrijheid van meningsuiting? En dan krijg je vervolgens een debat met mensen die vinden dat dat niet zo is. En vervolgens gaat alle tijd daar naartoe. En niet naar een gesprek over wat het betekent dat er een dubbele standaard is in de vrijheid van meningsuiting voor onze democratische samenleving. Dus dat is eigenlijk het idee van deze talkshows. Het bedoelt voort op het boek dat ik heb geschreven met Annebrecht Dijkman, Heb je een boze moslim voor mij? Toen hebben we ook in deze setting gesproken over het gebrek aan diversiteit in de media. En we hopen dit ook te kunnen voortzetten. Rashida, zou jij ons willen vertellen wat de directe aanleiding is geweest voor het boek? Want ik denk dat het heel belangrijk is voor mensen om die context te weten. Ja, dat is een hele pijnlijke situatie geweest. Nu iets langer dan een jaar geleden. Maart 2017. Ik heb in die periode meegewerkt aan een artistiek project rond het concept van privacy. De vraag was van, wil je iets maken wat ons duidelijk maakt hoe wij mensen omgaan, elk op onze eigen manier, met dat concept. We weten allemaal wat privacy is, maar wij zijn allemaal individuen. We hebben een eigen geschiedenis, een eigen context, een eigen verhaal. En dus is het ook evident dat mensen op die hele eigen individuele manier ook invulling geven aan dat concept. En ik dacht dat het misschien een interessante invalshoek zou zijn om dat concept privacy te laten invullen door een vrouw die er heel bewust voor kiest om haar gezicht te sluieren. In een land als België, in een gebied als Vlaanderen. Nu, ik heb dat heel bewust gedaan, omdat, zoals jullie misschien ook weten, hebben wij in België een strafwet sinds 2011, ja, die dragen van die gezichtssluier gewoon strafbaar stelt met een gevangenisstraf en met een geldboete. Dus je kan niet met een gezichtssluier op straat komen. En dus wilde ik stem geven aan een vrouw die ervoor kiest om dat concept van privacy op die manier in te vullen, maar die zich beperkt ziet door die strafwet om zo op straat te komen. En wat betekent dat voor haar? Dus zij geeft daar woorden aan die beperking. Ik heb een kort film gemaakt. En toen het filmpje publiek werd gemaakt, ja, is er eigenlijk een hele grote politieke rel ontstaan, waarbij vooral mensen uit extreemrechtse en nationalistische hoek reageerde op het filmpje, zeggende dat dat niet kan. Ze zagen daarin een soort van vergoelijking van het dragen van die gezichtssluier. En dat kon niet, want iedereen was het eens in Vlaanderen of in België dat het dragen van de gezichtssluier dat het eigenlijk niet kan, omdat het vrouwonvriendelijk is, omdat het ook een symbool is van een politieke radicale islam waar wij in Vlaanderen heel erg bang voor zijn en waar wij met z'n allen heel erg tegen strijden. En dus kon je eigenlijk zo'n filmpje niet maken. Is daar dus heel veel politieke heisa rond ontstaan. Op dat moment was ik werkzaam bij een mensenrechteninstelling, UNIA, al 17 jaar. En die kwam dan ook uiteraard onder vuur. Hè. De vraag werd dan gesteld van, is het nog wel
redelijk of aan, is het te aanvaarden dat iemand die zulke filmpjes maakt, dat die dan als jurist werkt voor een mensenrechteninstelling. En die instelling die voelde zich daardoor heel erg onder vuur genomen, voelde zich eigenlijk ook bedreigd in haar bestaansrecht en had eigenlijk heeft eigenlijk een soort van paniekreactie gedaan door mij te ontslaan. Omdat zij van mening waren dat inderdaad het filmpje dat ik had gemaakt, dat het eigenlijk indruiste tegen de normen en waarden van die instelling zelf. En dus was het eigenlijk heel cynisch om te constateren dat nota bene een instelling die in het leven is geroepen om discriminatie en ongelijkheid te bestrijden in de Belgische samenleving, dat die eigenlijk meestapt in dat discours, dat islamofobisch discours, dat minderheden in een bepaalde vorm wil duwen of in een bepaalde situatie wil duwen, dat bepaalde opinies rond minderheden niet kunnen, dat bepaalde uitingen niet kunnen, dat je inderdaad mee moet met het idee dat vooropgesteld wordt in die Belgische samenleving, namelijk dat religieuze minderheden, vooral moslims, niet te veel moeten eisen dat hun religieuze identiteit of hun religieuze rechten worden gerespecteerd. En dus zie je dat die instelling daarin meestapt, terwijl het eigenlijk een instelling is die net in het leven is geroepen om dat soort van discours te ontcijferen, te herkennen en zich daartegen te verzetten. Om rechten van minderheden ook te gaan vrijwaren, om mensenrechten ook te gaan vrijwaren. En dat deden ze niet. En hebben ze eigenlijk gekozen voor een gemakkelijke oplossing door mij te ontslaan. Nou ja, en wat ik ook, want je zegt eerder ook van het is natuurlijk een onderwerp waar dan heel veel discussie over is, maar het had er ook mee te maken, want jij hebt dit als kunstenaar, als schrijver gedaan. Daar was blijkbaar ook geen zicht op dat het waarom overkwam dat juist jou, denk je? Ja, ik denk dat, en ik denk dat dat ook iets is wat kunstenaars hier in Nederland meemaken als ze toevallig niet wit zijn. En dat men naar een kunstenaar kijkt van kleur, maar dat men de kleur ziet en niets anders. En dat men dan hetgeen de kunstenaar produceert, maakt, niet erkent als zijnde een kunstuiting of iets artistieks, maar eerder gaat zeggen van wat die kunstenaar doet, is ook direct gelinkt met zijn of haar etnische, culturele achtergrond. En dus is dat een boodschap die men wil geven over die etnisch-culturele groep. Men ziet je dan ook ineens als exponent van een groep en niet als individuele kunstenaar. En dus als jij iets doet of schrijft of iets artistieks, dan wordt dat ook niet als dusdanig herkend, maar zegt men, dit is eigenlijk geen artistieke productie, dit is een soort van statement, een soort van pamflet, of zelfs een soort van antropologisch onderzoek soms. Ik schrijf ook fictie, romans en theater. En hoeveel keer heb ik dan ook niet te horen gekregen dat mijn romans eigenlijk een soort van antropologisch onderzoek bijna zijn. En dat ook op die manier gelezen wordt. Mijn personages zijn geen personages, maar zijn eigenlijk een soort van antropologisch onderzoek van mensen die deel uitmaken van een minderheid. En wat ik dan in die romans schrijf, wordt dan gelezen als een soort van waarheid. Je kunstenaarschap wordt afgenomen, zeg absoluut. Je ook, in je boek. En ik kan me wel voorstellen, want ik bedoel, je zal iets verwacht hebben van dat er aandacht voor zou komen voor die Burkanization, zoals het de film heet. Maar de storm die zich ontketende, wat had je dat verwacht? Maar ik denk, ja, ik had wel verwacht dat er wel wat reactie zou zijn. Ik bedoel, als kunstenaar heb je ook een beetje de intentie om te provoceren. Ja. Om het debat open te gooien over heikele en moeilijke onderwerpen. Zeker onderwerpen waar de minderheden zelf heel weinig ruimte krijgen om over te praten. Die onderwerpen worden gedomineerd door een bepaald discours in Vlaanderen, in België, een vooral rechtsdiscours. En er is heel weinig ruimte om dat open te trekken, om andere meningen te horen, of zelfs om de meningen te horen van de mensen waarover het gaat. En voor mij is
een artistiek project. Ook vooral dat je inderdaad een soort van debat op gang probeert te brengen, dat je een discussie op gang wil brengen. En het artistieke werk eindigde voor mij persoonlijk niet bij het filmpje. Het artistieke werk begon nadat het filmpje publiek werd gemaakt. En dan kwamen daarin, en dat was de bedoeling, dat daar wat discussie en wat debat rond zou komen. Maar natuurlijk, ik heb geen debat gekregen, maar een ontslag. En dat is natuurlijk iets anders, hè? Ja, en dat leidde ook tot dit boek. Want hoe ben je te werk gegaan? Waarom was het voor jou nodig om dat op deze manier te verwerken, misschien als het ware? Ja, omdat ik niet de eerste ben. En ik zal wellicht ook niet de laatste zijn die dit meemaakt. Als ik mag spreken van Vlaanderen, er zijn zoveel mensen van kleur die inderdaad een standpunt innemen, zij het in het politieke discours, zij het in de artistieke sfeer. En ze krijgen heel felle reacties. Reacties in de zin van, ja, met welk recht heb je kritiek op onze samenleving? Als het hier zo slecht is, trap het dan af. Maak dat je weg bent. Dus die fundamentele kritiek op de samenleving wordt niet getolereerd als die van mensen komt die in de ogen van de goede gemeente, van de grotere dominante groep, als dat die komt van mensen die waarvan men zegt, ja, maar die horen hier eigenlijk niet. Of die hebben hier eigenlijk geen recht van spreken. Dus je moet je mond houden en je insluiten in het mainstream discours, in wat er van jou verwacht wordt. Maar als je kritiek fundamenteel en heel ver gaat, ja, dan krijg je dus een hele agressieve reactie. En dus ik was niet de eerste en ik zal zeker ook niet de laatste zijn. En ik dacht van, dit is een systeem. Dit is een structuur. En die moeten we blootleggen. Die moeten we zichtbaar maken. Die moeten we vastpakken. Daar moeten we woorden aan geven. We moeten daarover nadenken. En we moeten dat neerschrijven om daar ook effectief iets tegen te kunnen doen. Ja, want inderdaad, het is heel erg vermoeiend om keer op keer aan te bewijzen of te argumenteren dat er een dubbele standaard is. We zeggen dat heel de tijd. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we het ook gewoon effectief voor onszelf neerschrijven. Dat incidenten zoals het incident dat met mij is voorgekomen, dat we dat niet laten passeren en laten vervliegen, maar dat we dat vastgrijpen en dat we daarover nadenken. En ook op die manier het onderdeel van het collectief geheugen maken, dat mensen het inderdaad niet vergeten. We moeten zo ook alweer, we hebben natuurlijk helaas niet zo heel erg lang, dus we gaan zo de andere sprekers erbij vragen. Ik heb nog, ik moet sowieso echt iedereen hier aanraden die het nog niet heeft gelezen, lees het, want het is echt een heel goed boek en het is heel inzichtelijk. Je schrijft op het eind, richt je naar je kinderen. En dan heb je het over, je wil ze niet al te pessimistisch achterlaten, zeg maar. Dan heb je het over een ons. Kan je daar iets over uitleggen, wat je daarmee bedoelt? Ik denk dat er geen alternatief is, hè. Ik denk dat we hier allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Dezelfde plek delen. En dat we dus eigenlijk dezelfde belangen hebben in feite. Dat we elkaars vijand niet zijn, maar dat we ervoor moeten zorgen dat we elkaar ondersteunen, er zijn echt wel uitdagingen waarmee wij als gemeenschap, als samenleving geconfronteerd zijn. Ik denk maar aan de klimaatopwarming en dergelijke meer, de armoede. Dat zijn reële uitdagingen. En als je die wil aanpakken, dan ga je dat met z'n allen moeten doen. En dat is wat we moeten duidelijk maken, dat zolang er mensen zijn in onze gemeenschap die ongelijk behandeld worden, die gediscrimineerd worden, die hun plek niet krijgen in die samenleving, zal niemand van ons in die samenleving gelukkig zijn. Dat is eigenlijk het ons wat ik voor ogen heb, dat je inderdaad opstaat en dat je spreekt wanneer je onrecht ziet gebeuren. Niet alleen wanneer het jou overkomt, wanneer dat onrecht jou treft, maar ook wanneer het de anderen treft die misschien helemaal niet op jou lijken. Maar de plicht, denk ik, is dat wij als gemeenschap of als individu ook gewoon opstaan elke keer wanneer we getuigen zijn van een situatie van onrecht. Een mooi moment om uit te nodigen aan tafel Jerry Afrije, Hasna Bouassa, Sinan Chankaya en Jamil Yilmaz. Kom erbij. Ik zou zeggen, applaus, is gezellig. Welkom allemaal.
Ja, precies. We hadden hier zo keurig. Beetje rebellie mag toch? Nou, dat wou ik zeggen. Jullie hebben natuurlijk meegeluisterd. En ik ben, Jerry, als ik bij jou mag beginnen. Wat is hetgeen wat jij meteen oppikt uit het verhaal van Rashida? Waar herken jij de Nederlandse samenleving in? Ja, voor mij is gewoon Nederland is blind en België is doof en blind. Dus ik weet alles wat wij hier meemaken, ga je ongetwijfeld ook, gaan we zeker terugzien dat in België ook dat plaats zal vinden. Maar natuurlijk herkenbaar, ik heb ook mijn baan verloren. Puur omdat ik hetzelfde wil voor mijn kind als alle andere Nederlanders die ook een veilige land voor hun kind willen. En dat herken ik. Maar ik ben heel blij dat je niet je... Want vaak krijg je dat mensen dan opgeven. Misschien wel excuus aanbiedt. Wetende dat je gewoon echt iets doet wat helemaal tegenovergesteld is van wat men ervan willen maken. Dus ik vind het echt heel veel respect dat je het door hebt gezet. Omdat je daardoor de deur ook opent voor anderen om ook hun stem te laten horen. Ja, dat is denk ik ook wel, Hasna. Want jullie begeven je allemaal ook het ene weer meer dan de ander. Maar ook in dat publieke debat. En daar is die dubbele standaard. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je op je eigen manier je stem kan laten horen? Nou, in ieder geval niet excuses maken, inderdaad. Daar ben ik het heel erg mee eens. Want je hebt die enorme ziekmakende excusescultuur. Waarbij mensen excuses gaan maken voor dingen die ze gewoon menen. Dat is ook een reden om nooit in de politiek te gaan. Omdat je dan wordt geknecht door de politieke partij. En nou ja, hoe ga je ermee om? Het is heel herkenbaar. En ik luister ernaar. Ik had het natuurlijk over gelezen. En ik word gewoon weer heel erg kwaad door alleen maar weer naar te luisteren. Omdat het de dubbele standaard en het onrecht, het zit er zo dik bovenop. En dan zou ik zeggen, weet je hoe ermee omgaat, is gewoon doortrappen. Echt ongegeneerd doortrappen. En ik weet, het is een hele eenzame strijd. Het voelt alsof iedereen over je heen valt. En dat is ook heel vaak zo, omdat medestanders zwijgen. Dat is nog een probleem, is dat heel veel mensen gewoon hun mond houden. Uit lijf behoud, alsof je eigen individuele lijf niet ook behouden mag worden. En het is, terwijl je vertelde, moest ik ook heel erg denken aan gewoon de afgelopen week met de Nashville-verklaring. Dus zij maakt, je maakt een filmpje over een individu met een niqab. Dat lijkt me volstrekt legitiem. Of het nu kunst is of maatschappijkritiek, maar het gaat over individuele keuzes. Ja. En wat je dan dus ziet is dat moslims worden gedwongen om een narratief aan te nemen en een gedachtegang te adopteren die misschien helemaal niet te hunnen is. En als ze daarvan afwijken, komen er dus strafmaatregelen. En dat vind ik stuitend. En de strafmaatregelen worden ingezet door mensen die hun dagen vullen en hun geld verdienen met elke dag agitprop door stemming te maken tegen moslims, tegen minderheden, tegen kick-out Zwarte Piet, activisten, omdat ze een bedreiging zouden vormen voor onze liberale westerse normen en waarden in Nederland. Maar op het moment dat witte, saaie, seksloze mannen in pak zeggen dat ze dat homo's en lesbische mensen, transgenders, noem het allemaal, op een gevaar zijn, dan gaan die opeens, staan die opeens voor hen in de bres. Maar dat is gekmakend. Dus mijn idee is, ja, je kan er om zwijgen, je kan je gek laten maken, of je kan gewoon doorgaan en doortrappen, doorschoppen. En tot de laatste overwint. En dan hoop ik dat degene die moreel gelijk heeft, overwint. Ja, want we hebben het natuurlijk ook, dat is ook heel belangrijk in je boek, over mensenrecht om je te kunnen uiten en op je eigen manier te kunnen uiten. En dat mensenrecht wordt dus een grote groep in zowel België als Nederland, wordt dat afgenomen. Ervaar je dat ook zo, Sinan? Of zie je dat ook zo gebeuren dat we het hier ook echt over mensenrechten hebben? Die afkalving daarvan, dat de macht die anderen hun mensenrechten afneemt. Nou ja, het gaat dan hier om de vrije meningsuiting, lijkt mij. En wat je in ieder geval ziet is dat die selectief wordt toegepast en dat de verontwaardiging daarover ook selectief is. Maar ik begrijp dat nu ook een zaak aanhangig is, toch? Over het ontslag en over het rechtmatig was, et cetera, et cetera. Ik weet niet in hoeverre er ook juridisch gezien een daadwerkelijke afkalving of daar sprake van is.
Maar je ziet wel degelijk dat in het discours, in soort van het spreekveld, wat mag je zeggen, wat wordt geaccepteerd, wat is de norm, wat is een vanzelfsprekendheid en wat zien we als waar, dat daarin word je natuurlijk wel gedwongen tot een bepaalde positie of andere posities die worden afgekeurd, die kunnen niet. En dan krijg je die hele machinerie, apparatus van verontwaardiging, uitsluiting, et cetera, et cetera. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat als ik naar andere debatten kijk, waaronder Nashville-verklaring, dat je daar ook wel op zich die morele verontwaardiging ziet. Dus ik weet niet hoe ik dat precies moet beoordelen of hoe ik dat precies moet gaan beschouwen. Want ik heb het idee dat momenteel dat er elke week wel dat die carousel, ook die verontwaardiging, een onderwerp. Iemand wordt persona non grata verklaard en wordt eigenlijk gewoon uitgekotst. En vervolgens gaat het gewoon weer verder. En dan heb je weer andere iconen die worden gekielhaald. En dat mediavertoog tendert zo door. Dus ik vind het heel moeilijk om... Natuurlijk heb je die structurele in- en uitsluitingsmechanismen ten aanzien van die hele duidelijke categorieën, gender, etniciteit, seksuele voorkeur, et cetera, et cetera. Maar die verontwaardiging en die afrekening, dat vind ik ook wel heel typerend voor wat er nu allemaal gaande is. Ja, en daar spelen de media natuurlijk ook een grote rol. En dat is een grote machtsfactor in ons land. Jamiel, daar heb jij denk ik ook wel een en ander in meegemaakt. Maar jij denkt daar ook veel over na, over die mechanismen, hoe dat werkt. Kan je ons daarmee... Ik ben heel blij dat ik nu naast je zit. Want ik kreeg het vanuit de media natuurlijk mee wat daar gebeurde. En ik moest gelijk denken, eigenlijk een parallel trekken naar Nederland, wat er met Yasmina Hyfi is gebeurd. Ja. Toen zij een tweet eruit stuurde. Nou, zij heeft haar rechtszaak gewonnen. Dus ik hoop dat jij ook in je gelijk wordt gesteld. Maar daarbij zagen we hoe ook machtsstructuren zich bewegen. In dit geval politieke leiders of politieke volksvertegenwoordigers die zich gelijk uitspreken op een bepaalde manier. En één individu vanuit een ongelijke machtsverhouding aan het demoniseren zijn en zelfs hun macht in mijn ogen misbruiken om gewoon een statement te maken. In dit geval zwijg allochtoon. Oftewel, we gaan selectief om met die vrijheid van meningsuiting. En zoals jij aan het begin aankondigde, we gaan het niet meer hebben of iets gebeurt. Ja, ik kan nu een tal van voorbeelden noemen waarin er selectief vanuit zowel politiek, maar ook vanuit media, maar ook vanuit overheid om wordt gegaan met grondrechten. En dat heeft niet alleen met vrijheid van meningsuiting te maken. Het meest simpele voorbeeld is, ik heb niet dezelfde massaverontwaardiging gezien, bijvoorbeeld, toen het anti-islam manifest van de SGP verscheen 2 jaar geleden in aanloop naar de verkiezingen. Terwijl daar nog veel ergere dingen stonden, wat ook regelrecht tegen onze grondwet in gingen. Stel dat er nu 250 mannen met baarden toevallig allemaal islamitische geestelijken waren geweest die dit hadden gedaan. Nou, dan weet ik zeker, dan had het tot een debat in de Tweede Kamer. Ja, precies. Een debat in de Tweede Kamer. We hadden waarschijnlijk weer 1 miljoen extra aan beleid en maatregelen aangekondigd. Je hebt niet eens 250 nodig. Nee, ja, precies. Dus. Ja, één is genoeg vaak. De hele wet is aangepast vanwege Fouaz, die niet direct oproept tot geweld. Ja. Die volgens mij niet heel veel conservatiever is dan Kees van der Staaij. Ik bedoel, heel veel hypocrieten krijg je er niet. Ja, dus ja. Dus hij doet niks strafbaars, maar laten we toch eens kijken hoe we hem toch juridisch aan kunnen pakken. Dus eigenlijk wil ik het ook niet eens meer over de selectiviteit hebben, maar vooral van hoe ga je daarmee om? Ja. We zijn allemaal actief in de media en vanuit de media heb ik daar ook ervaring in, is van aan welke geluiden bied je wel of niet ruimte. Nou, je hebt er zelf een boek over geschreven, heb je een boze moslim voor mij. Je komt zelf uit de media en daarbij zie je helaas nog steeds een selectieve, zoektocht, laten we dan op die manier formuleren, naar geluiden die een bepaalde frame kunnen bevestigen of juist niet, dat kan ook. Maar dat zijn vaak twee uitersten, namelijk één liefst iemand die een negatieve stereotypering of een andere die de eigen groep... Dan hadden we vanavond Jan Wierduk bijvoorbeeld uitgenodigd, die dan lekker met elkaar mogen gaan vechten. Ook. Ja, precies. Dus dan heb je weinig inhoudelijke... En zodra je een inhoudelijk onderbouwde mening hebt, dan ben je niet interessant. En dat heb ik heel vaak gehoord van, zo hadden we er nog nooit naar gekeken.
Ja, dat vind ik wel iets te inhoudelijk. Of ja, ja, maar letterlijk. En dan, ik wil ook niet alle programma's noemen, maar alle bekende programma's, zowel radio als televisie, maakt hier zich schuldig aan. En het meest opvallende is als er duiding moet worden gegeven over bepaalde processen, en dat vind ik het nog meest grappige, is dat er dan wordt getwijfeld aan je expertise vanwege je religieuze of culturele achtergrond. Ik ben zelf sociaalpsycholoog, al 10 jaar in het veld. Ik kan ook een duiding geven over bepaalde dingen. Maar zodra ik die duiding geef, is het van, ja, ik weet niet of deze jongeman wel zo objectief is. Terwijl als ik dan zou stellen, hoe vaak is die witte, standaard, wat oudere man objectief aan een tafel, 5 mannen die het over vrouwen hebben of over de LHBT-community, ja, daar wordt nooit aan getwijfeld. Maar Jerry, hoe doe jij dit? Want jij bent natuurlijk ook heel erg veel in media. Heb jij daar zelf een manier op, maatregelen die je neemt, of manier waarop je het over nadenkt om toch jouw verhaal naar buiten te brengen op een manier, nou ja, jouw verhaal, gewoon het verhaal van institutioneel racisme naar buiten kan brengen, dat je dit nog iets van terug herkent? Ja, ik ben misschien wel naïef, maar ik volg gewoon mijn hart. En ik heb geen personal assistant of coach of wat dan ook. Soms doe ik ook wat en dan zegt mijn team van, waarom heb je niet overleg? Dan zeg ik van, omdat ik dacht dat het goed zou gaan. Het is zo dat voor mij is, je moet altijd weten met wie je te maken hebt. Dat is het belangrijkste. Ik ben zelden verrast. Alles wat ik meemaak, ben ik echt zelden verrast. Sowieso minder verrast als de mensen om me heen. Maar dat is puur omdat ik weet waarmee ik te maken heb. En wie de tegenpartij is, om zo te zeggen. Ik heb journalisten gehad, alle grote programma's hebben me wel eens gebeld. En als het, ik herken me helemaal niet wat je zegt, als het niet sensationeel genoeg is, en dan wordt gewoon iemand anders gezocht. En dat is cool, ik vind dat prima, maar ik hoef niet per se te zijn op tv, want toen we waren begonnen met Zwarte Piet's racisme, hebben we meteen gezegd, we gaan politiek niet opzoeken, we gaan media niet opzoeken, wij gaan het volk opzoeken, wij gaan in gesprek met hun. En het is gewoon, je kan een strategie hebben, sommige mensen hebben dat, maar ik probeer gewoon ten alle tijde gewoon, de basis is gewoon, ja, waarom zou jij meer rechten mogen hebben dan ik? Ja. En als ik ergens aan tafel zit, heb ik zoiets van, of laat me zeggen, je kan heel makkelijk meten aan wiens kant de geschiedenis staat. Op het moment dat ik zeg, alle kinderen verdienen een feest, en iemand zegt, mijn kind verdient een feest, dan weet je aan wiens kant de geschiedenis staat. Want ik praat ook namens jouw kind. Maar blijkbaar sluit je mijn kind uit, want dat is voor jou veel belangrijker. En ik heb journalisten gehad die me hebben gevolgd en ze waren helemaal verontwaardigd. Maar word je niet boos? Word je niet agressief? Moet je niet schelden? Noem maar op. En ik denk, ja, maar natuurlijk word ik wel eens boos. Maar ik bedoel, als je naar je werk gaat, ik ken mensen, ik bedoel, mijn vriendin, als ze naar haar werk gaat, worden ze denkt ze van, moet ik weer daar naartoe? Maar ik geloof niet dat ze dat op haar werk zit. Moet ik weer hier zijn? Als je op je werk bent, ben je professioneel. Je doet je werk en je gaat naar huis. En zo zie ik het ook. Ik doe wat ik moet doen. En boosheid gaat niet helpen. Ik ben niet iemand, als ik boos ben, ik ga mijn hele huis ondersteboven halen. En de volgende dag ga ik naar IKEA, ga ik naar Mediamarkt om nieuw meubel en dingen te halen. Ik weet in de vooruitzicht, ik wil dat niet meemaken. Dus het is altijd, je moet goed inschatting doen en je moet weten met wie je te maken. Maar tegelijkertijd, ik ga niet meespelen met het spel. Omdat dan vinden je echt niets. En dan noemen mensen me maar naïef. Waarom ga je bij RTL Late Night zitten? Je weet dat ze zo zijn. Ik ga daar zitten als mezelf. En ik ga weg als mezelf. Ja, en je ontkracht ook het beeld van de boze zwarte man daarmee, hè? Wat ze natuurlijk heel graag zouden willen. Ja, en kijk, als ik boos ben, ik ben boos. Ik bedoel, als ik hier nu wil schelden, scheld ik gewoon, weet je. Ja, sorry voor, volgens mij wordt opgenomen, maar dat is mijn gevoel. Ik ben iemand van, je gaat me niet, ik vind, we zijn echt elkaar in het ontmenselijke. En vooral voor vrouwen, en helemaal voor zwarte vrouwen, dat ik weet dat Savannah, voordat ze interview gaat geven, ze moet zich helemaal voorbereiden hoe zij alle stoorzenders, alle ruis, zeg maar, allerlei ruis kan weghalen, zodat haar boodschap gehoord wordt. Terwijl ze heel duidelijk praat. Ja. Als ze spreekt, denk ik van, wauw. En
toch zie je hoe ze nog steeds wordt geframed, ondanks dat ze zorgvuldig haar woorden kiest en probeert mensen misschien wel buiten de studio ook te bereiken. Dus end of the day, ik weet als ik het goed doe, is niet goed. Als ik niet goed doe, is niet goed. Als ik mezelf ben, is niet goed. Als ik niet mezelf ben, is niet goed. Dan kies ik voor iets dat waarmee ik in ieder geval 's avonds kan slapen. Maar dat komt dan in ieder geval mooi overeen ook met jouw eigen individuele norm. Maar het probleem is nu juist, want jij zegt, jij voldoet dan niet aan het stereotype van de boze zwarte man. Maar waarom is woede of boosheid, wat is daar mis mee? Nee, maar in meer algemene zin bedoel ik. Ik bedoel, woede kan juist heel productief zijn, ook als emotie. Ik ben hartstochtelijk voor woede. Om verandering teweeg te brengen. Dus eigenlijk is, ik bedoel, in jouw geval, ik weet, het is onderdeel van wie jij bent, jouw persoon. Jij staat er zo in. Maar het is dus van de zotte dat als jij een andere strategie zou kiezen, dat compleet gedelegitimeerd zou worden. En dat is onderdeel van het probleem. Ja. Zeker, zeker, zonder meer. En ik zou daarom zeggen, als ik gastles geef op scholen en mensen vertellen me, ja, maar je bent zo kalm, je bent heel anders en je hebt me doen inzien dat het niet meer kan. Waarom zou je niet iedereen zo kunnen zijn of waarom is die boos? Dan leg ik ze uit. Dan zeg ik van, als er nu iets, we zitten hier met z'n allen in de ruimte, als iets zou gebeuren, zouden we allemaal anders reageren. Als iets ongezelligs zou gebeuren, zou misschien sommige mensen mogen niet naar school gaan. Anderen zouden misschien niet naar werk gaan. Snap je, we reageren anders op situaties. En ik vind sowieso onrecht, maakt iedereen boos. En de reden dat je iets gaat doen, bij mij is boos, geeft me energie. En laat zien dat ik iets moet doen. Maar ik zou nooit toestaan dat mensen mij gaan complimenteren van, omdat jij niet boos bent, krijg je compliment. Maar die is boos, daar gaan we niet mee doen. En ik leg mensen altijd uit. Nee, beide is, hoe wij reageren is menselijk. En je gaat me niet ontmenselijken door te zeggen aan mijn emoties, of dat ik aan mijn emoties moet uitschakelen, zodat jij naar mij wil luisteren. Maar vind je dan niet dat nu al eigenlijk best wel veel mensen ontmenselijkt worden? Want ik merk het ook aan mezelf. Ik ben wel alert van mijn woordkeuze. In hoe ik mij uit, omdat ik weet dat als ik mij iets te geëmotioneerd of gepassioneerd, zoals ik het zelf zou verwoorden, uit, dan is het die boze Turkse of Arabisch Turkse of die boze Turks? Moslim. Dus ja, precies. Maar en dat aanhakend op wat Sinan net zei, waarom kun je er gewoon niet zijn zoals je bent en dat je daarna dat oordeel krijgt, oh, nou, dat was een gepassioneerde man. En wat ik merk is dat heel veel mensen in het publieke debat daardoor ook gewoon hun toon gaan matigen en continu maar bezig zijn om dat met zorgvuldigheid elk woordje te gaan wikken en te afwegen. Ik vind dat ontzettend vermoeiend. Ik merk ook dat ik daardoor de afgelopen periode veel minder actief ben geworden in het publieke debat, omdat ik er gewoon minder geïnteresseerd ben in geraakt. Ja, maar je laat je daar wel knechten, hè? Pas op, want wat je doet want niet boos worden is de mensen die het allemaal in de touwtjes in handen hebben, is lekker, die vinden het wel prima. Die maak je niet ongerust, die maak je niet ongemakkelijk. Zolang jij kalm blijft en een beetje volgens hun speelregels meedoet, dan blijft de status quo gehandhaafd. Ja, dat snap dus ik. Dus dat maar werkt niet. Wat mij is opgevallen is, de afgelopen decennia is er ontzettend veel tijd en effort gestopt om de media, in zover die bestaat, van binnenuit te veranderen. Nou, we hebben gezien wat het tot nu toe anno 2019 inmiddels heeft opgeleverd. Vrij weinig in mijn ogen. Daarom geloof ik steeds meer in zelf organiseren. Dus je eigen mediaplatforms neer gaan zetten. Dus jouw eigen geluid gaan verspreiden. In plaats van stond maar aan dat traditionele manier van media maken te gaan zitten. Want ik heb daar steeds minder interesse in. En als ik kijk naar de bredere, met name de jongere generatie, die kijken en luisteren er al bijna niet naar. Dus dat biedt ook weer mogelijkheden. Ja, wat ik ook, want het is natuurlijk, media is een grote machtsfactor, maar dat geldt natuurlijk ook voor politiek, voor overheid, waar natuurlijk ook heel veel gaande is. Rashida, want hoe kan je dan, want ook daar vecht je tegen heel veel stereotypen, vecht je tegen heel veel dubbele moraal. Hoe moet je daar dan dat gesprek voeren? Hoe kan je dat doorbreken? Ik vind het echt heel erg moeilijk en ik denk dat er geen eenduidige antwoord is of oplossing is. Als we het hebben over media bijvoorbeeld, als ik kijk naar de situatie in Vlaanderen, zie je dat
dat heel veel intellectuelen en activisten op een gegeven moment zeggen van we doen niet mee met dat circus. En dus weigeren die ook gewoon de media te woord te staan en trekken die zich gewoon heel erg terug. Dat heb ik ook gedaan. Ik schrijf ook niet meer voor de Vlaamse kranten. Ik ga niet meer naar radio uitzendingen enzovoort, omdat ik niet bij machten ben om dat frame te doorbreken waarin je noodgedwongen in wordt geduwd. En voor mij is de oplossing, ik wil daar niet in meespelen in dat circus. Ik heb mijn eigen agenda en mijn eigen ambitie en ik heb maar 24 uur per dag. Dus ik moet heel erg selectief zijn. En als ik mijn eigen ambitie en mijn eigen projecten wil realiseren, wat ik veel nuttiger vind dan meelopen in dat circus, dat je toch niet kan verslaan, ja, dan heb ik mijn keuze heel snel gemaakt. En met mij zijn er heel veel mensen die inderdaad zeggen van we doen daar niet meer aan mee. En je ziet ook, wat ook een hele gevaarlijke tendens is, is dat de publieke opinie of de media, de politiek zelfs, een soort van klassificatie gaat geven aan opiniemakers van kleur. Je hebt de goeie, degene die de verbindende taal spreken, en je hebt de slechte die dan polariseren en het conflict zoeken. En dat is een hele gevaarlijke tendens, hè, want je maakt dan inderdaad een selectie en je zegt van oké, dit is de taal die jullie zouden moeten spreken. Wil je aanvaard worden of wil je gehoord worden? Maar dat is niet noodzakelijk de taal die voor ons als minderheid het meest gunstig is. Omdat je daar inderdaad niet heel duidelijk of in duidelijke bewoordingen kan zeggen van er is onrecht en er is ongelijkheid en we pikken het niet meer en er moet iets veranderen. En er moet iets veranderen op verschillende niveaus, want als het gaat over die afkalving van bijvoorbeeld mensenrechten, dat is geen idee, dat is geen waanidee, dat is een realiteit gewoon. Precies. Het gaat niet alleen maar over meningsuiting die gefnuikt wordt. In Vlaanderen, in België, worden er hallucinante wetten gestemd. In de nasleep van alles wat te maken heeft met terreur en de dreiging van de moslims enzovoort enzoverder, worden er beslissingen genomen die echt wel heel ingrijpend zijn en die eigenlijk een afbraak betekenen van onze rechtsstaat en van de fundamenten van van de mensenrechten. We hebben bijvoorbeeld een jaar of een anderhalf jaar geleden de zogenaamde deportatiewet erdoor gekregen in België, die erin bestaat dat mensen die verdacht worden van een crimineel feit en die niet Belg zijn, die kunnen het land uitgezet worden, zonder dat daar zelfs een rechter aan te pas komt. En dus dat is eigenlijk een hele ingrijpende, zware, radicale inbreuk op fundamentele mensenrechten, waarvan het een van de principes is dat je onschuldig bent tot je schuld bewezen is en dat een rechter dat moet beslissen. En dus die wet omzeilt dat compleet, omdat het gaat over de anderen, over de niet-Belgen, over de niet-Westerlingen. En dat zijn dingen, en zo zijn er nog een heleboel andere zaken, die er effectief nu zijn en die echt wel heel gevaarlijk zijn. En je moet dus op verschillende domeinen gaan vechten, hè? Niet alleen maar door zelf het woord te nemen, blijven spreken, blijven zeggen van dit is onrecht, dit kan niet. Maar je moet ook juridische actie ondernemen. Je moet rechtszaken aanspannen. Want bij de media inderdaad zou je nog kunnen zeggen, ik bedoel, dat zij zeggen, ik richt mijn eigen platform op, of ik laat alleen maar mijn stem nog horen als iemand dat accepteert op de manier waarop ik dat wil doen. Maar dat is heel moeilijk bij wetgeving, bij discriminatie op de arbeidsmarkt, bij discriminatie op de huizenmarkt. Je kan zeggen, ik doe het niet meer, maar dan gebeurt er natuurlijk. Dus hoe moet je dat blijven volhouden? Hoe moet je daar, want daar kan je niet je eigen ding op richten. Je moet alert zijn en reageren op die hele gevaarlijke dingen, zoals bijvoorbeeld die wetten die echt wel indruisen tegen mensenrechten. Je moet bondgenoten zoeken met wie je dan dat aanvecht effectief voor de Raad van State, voor de hogere rechtbanken. Dus ik denk dat heel belangrijk is, dat we niet in slaap mogen vallen. Maar ik vind het voor mezelf bijvoorbeeld helemaal geen gemis of geen nederlaag om nu te zeggen van ik speel niet mee met dat mediacircus. Nee, zeker niet. Dat is alleen maar goed. Geestelijke gezondheid. Ja. Nee, en dat is die bondgenootschappen. Dat vind ik wel, dat mis ik heel erg. Als je kijkt op rechts en op extreemrechts, die hebben gewoon mondiaal bondgenootschappen. Uh-huh. We hebben mensen in de Tweede Kamer die vinden dat mensenrechten, nou, dat kunnen we wel zonder. Breitbart, Hongarije, Le Pen, noem ze allemaal op. Wilders, Baudet.
zijn heel sterk met elkaar. En wat je ziet aan de kant van mensen die voor mensenrechten en gelijke rechten zijn, is dat er nog heel erg veel versplintering is en heel erg veel voorzichtigheid en heel erg mitsen en maren en voorwaarden. Terwijl we zouden elkaar blind moeten steunen daarin. Ja, absoluut. Ja. Want het gevolg is inderdaad, onze levens, en dat is zonder overdrijven inderdaad, worden daadwerkelijk. En de vrijheden en de rechten, absoluut. En die wordt steeds nijpender. Nou, als ik naar de historie kijk, zijn ook bewegingen die succes hebben gehad in verandering. Dat zijn altijd bewegingen geweest die, wie het is gelukt om te verbinden met allerlei verschillende groepen. Ik zie jou ook opveren, Jerry. Nee, ik was aan het denken dat het komt dat rechts is gewoon recht voor zijn rap. En links heb je veel mensen, heel veel wolven in schaapkleren. Ja, en die mensen die doen vinden zich voor. Ze praten links. Nog links? Ze praten links. Nee. Nederland? Huh? Wat zeg je? Heb je hier nog links in Nederland? Ja, dat bedoel ik. Sowieso zeg ik altijd in de politiek, als je zwart bent, is alles rechts. Weet je, dus voor mij is gewoon, mensen doen zich, ze praten mooi taal, maar hun acties laat iets anders zien. Een voorbeeld, vorig jaar, comité 21 maart wilde anti-racisme betoog houden, wat ze jaarlijks doen. En dan krijg je gewoon politieke partijen. En dus had je, geen racisme in de raad. Mm. Nou, dat was te hard. Ze moest die slogan weghalen, anders zouden al die politieke partijen die zouden komen niet meer komen. Naar mijn mening waren ze deels gezwicht en ik was pist. Daarom ben ik dit jaar ook zo, Nederland wordt beter, ons handteken niet onder, want jaarlijks zetten we ons handteken onder. Maar dit jaar gaan we niet doen, omdat we vinden dat je moet zwichten voor druk vanuit politiek. Sowieso betoog moet je nooit met politiek doen, want het is gewoon te gekleurd. Maar voor mij is, we moeten gewoon, er zijn zoveel mensen die voor verandering willen. En je zou zeggen, nou, de wereld moet mogen, alle problemen moeten uit de wereld zijn. Maar ik kan je verzekeren, als wij alle mensen die voor verandering zijn, alle mensen die zeggen, world peace, noem maar op, wat voor tekens ze allemaal hebben verzonnen. Als we al die mensen gewoon een deel van de wereld geven, kan ik je verzekeren. En je zet alleen activisten, mensen die voor verandering zijn, op één deel van de wereld. Binnen 24 uur heb je burgeroorlog. Ja, ja. En dat is, en dat is omdat wij niet begrijpen dat het kost zoveel werk en tijd. We moeten investeren in elkaar. Maar we zien een probleem en we vergeten even dat wij ook aan onszelf moeten blijven werken. Ik ben constant aan mezelf aan het werken. Als je mij vraagt wat is het meeste waar ik trots op ben afgelopen jaren, is gewoon persoonlijke groei. Daar ben ik meeste trots op. Dat ik gewoon een betere mens ben geworden, terwijl ik probeer mijn land beter te maken. En dat is iets dat ik denk dat activisten, maar niet alleen activisten, maar gewoon iedereen die voor een veilige wereld wil. Ik denk dat het echt, we moeten ook aan onze persoonlijke groei denken. Want wij kunnen zeggen van ja, ze zijn geen groep, maar in hoeverre zijn wij zelf ook groep? Die is het. En ook, het is ook dat, dat je dan, mensen vinden de toon en die Beer de Voerder vinden ze heel erg belangrijk. Vinden ze belangrijker dan het onrecht dat je bestrijdt. Ja, maar kijk, dat hele toonpolicing, en ik heb daarom, je zei het net al, was ik heel dankbaar voor. Ik word helemaal scheidsziek van dat woordje verbindend. Echt. Ik moet continu in verbinding staan met de ander. Ja, maar Jam, je moet wel verbindend blijven. Of je moet verbindend zijn. En dat woordje verbinden wordt nu heel vaak misbruikt om eigenlijk weer te zeggen, zwijg allochtoon. Ja, doe wat wij willen. Doe wat wij willen en vooral wees niet te heftig. En als ik kijk naar welke emancipatiestrijd dan ook, of het nou de Dolomina's waren, of het nou de LHBTI-community is, niemand is met een gematigde toon of dat hele toonpolicing heeft niet geholpen om hun mensenrechten te bevechten. En wat je elke keer ziet, er is een groep die opstaat en die zegt van tot hier en niet verder. Inderdaad, ik wil gelijke rechten voor alle kinderen, niet enkel kinderen. Ik denk dat het vanuit de anti-zwart racismebeweging het mooiste voorbeeld is. Enkel al één tekst, zonder zelfs wat te zeggen en aanwezig zijn tijdens een nationale kinderfeest, wat voor volkswoede dat met zich teweeg brengt. Ik denk eerlijk gezegd dat dat gewoon de ware op dit moment het niveau is wat we in Nederland met elkaar bereikt hebben. Dus ik hoop echt dat jullie gewoon lekker doorgaan. Maar die versplintering waar Hasna het over heeft, dat gaat denk ik op een andere manier van verbinding ook. En dus ook als je historisch kijkt, ja inderdaad, het heeft ook een je moet niet terugnemen op, je moet je tone of voice zeg maar doen zoals je wil en het moet hard zijn, dat hoort er heel erg bij. Maar je ziet ook dat doordat bewegingen, bedoel ik dus,
bijvoorbeeld anti-racisme. De bondgenootschappen zich vormen. Ze vechten elkaar de tent uit. Ja, ik bedoel, want laten de ene is de wit, die mag dat niet zeggen. De ander is de vrouw, die mag dat niet zeggen. Ja. De ander heeft de stem die kraakt. En het is gekmakend, want ondertussen, ondertussen worden we al bedolven. Want niet alleen is er volkswoede op het moment dat mensen demonstreren tegen Zwarte Piet. Vervolgens komt de politiek er nog overheen met het voorstel voor een demonstratieverbod op tijdens de intocht. Het is krankzinnig. Mm. En vervolgens heb je die burgeroorlog waar jij het over hebt, die is dan al gaande op Twitter, want allemaal mensen die elkaar zitten te controleren en te corrigeren van nee, die moet zijn bek houden en die moet dat. Jij hebt tien jaar geleden dit gezegd. De dominante groep misbruikt het ook. Het is ja, precies. Het is waanzin. Voor hun eigen programma. Het is waanzin. En aan het eind van de dag zitten we allemaal in ons eigen hoekje met nog minder rechten en nog eenzamer. Ik zie jou ook een druk knikken, Sinan. Ik ben vrijwel met alles wat is gezegd, ben ik het eens. Fijn zo'n panel. Ik vind het heerlijk. Ja, sorry zeggen, hoor. Dat hebben we nog niet gezegd. Ja, dat mag nee, je allemaal niet zeggen. Kijk, het is zo dat het racisme dat je bestrijdt, is eigenlijk onderdeel van hoe je dat racisme mag bestrijden. Want sommige strategieën die zijn dus geaccepteerd en andere niet. Dus daarin zie je eigenlijk al dat die ongelijkheid daarin schuilt. En binnen de liberale democratie is inderdaad de focus op constructieve dialoog en die verbinding die is heel erg belangrijk. Maar je ziet dat het eigenlijk een apolitiek verhaal wordt waarbij het verzet wederom onmogelijk maakt. En inmiddels ben ik ervan overtuigd dat je kunt het niet goed doen. En dat heb je al gezegd, Jedi. Er is echt geen goede manier van hoe je racisme en seksisme ter discussie stelt. Of je, ik bedoel, woedend, daarvan is het duidelijk. Maar ook op een positieve, constructieve manier iets verwoorden. Nou ja, ook dan krijg je de goede gemeente over je heen. En word je kaalgeschoren en moet je je bek houden, et cetera, et cetera. Dus er is geen goede manier van dit verhaal vertellen. Ja. Dat is de conclusie die ik trek. Maar we zitten toch ook niet te wachten op de goedkeuring van de groegemeente die de status quo Nee, tuurlijk. Dus daarom moet je gewoon je eigen verhaal vertellen. Precies. Met je eigen woorden, in je eigen taal en je eigen stem. Dus je moet je dan ook niet laten disciplineren en aan een lijn zetten. Maar ik sluit me wel aan met wat jij zegt. Uiteindelijk zul je echt wel veel meer die samenwerking met elkaar moeten opzoeken. Want nu is het zo versplinterd. Echt, het geheel is meer dan de som der delen. Ik bedoel, ik vind iemand zoals Harbers die zegt dat het heel rottig is dat hij 6 mensen op moet vangen. Dat vindt hij rottig. Dat vind ik niet iemand. Dat vind ik geen moreel eikpunt. Dus ik ga me dan dus niet door zo iemand laten vertellen dat ik niet deug of dat ik mijn toon moet matigen. Ik zou denken, weet je wel, doe even iets aan je morele huishouding. En dat is, je wordt steeds geïntimideerd, hè? Je wordt steeds klein gemaakt. Je foute mening, verkeerde mening, verkeerd gezegd, woedend, noem het allemaal op. Maar dat is gewoon strategie om je klein te houden. En je kunt ze niet kwaader maken dan door te blijven gaan. Dat maakt ze woedend. Nog even terug te komen op dat punt van... Ondertussen staan er allemaal mensen naar mij te seinen dat de tijd voorbij is. Ik moet gewoon straks echt zwijgallochtoon zeggen. Ja, ik wilde iets zeggen ook over de... Ik wil iets zeggen over de titel, want in principe is het inderdaad zo... Het antiracisme debat is een mijnenveld. Maar dat is inderdaad niet alleen vanwege witte liberalen of rechts. Dat is het ook echt wel... van een discours dat is opgekomen op links. En ook vanuit die hoek is het zwijg met uitroepteken. Ja, nee, helemaal eens. Dat zeg je denk ik heel mooi. Misschien alleen dit nog, want... Ja, pak hem. Wij zwijgen namelijk niet. Het lijkt sowieso niet. Het lijkt of wij één oplossing zoeken voor alles. Nee, wij zijn allemaal mensen. Sommige mensen zijn bereikt door die protesten van ons alleen... werden ze wakker geschud. Anderen, doordat we gastlessen verzorgden, presentaties in het land verzorgden. Ik weet dat Van der Laan, toen hij ons uitnodigde, nadat we een brief had geschreven in 2011, en hij nodigde ons uit, en hij dacht, oh, dat lossen we even op. Hij wist niet hoe diep het zit, totdat we een presentatie gaven. En halverwege zei hij, oké, stop maar, wat wil jullie? En wat ik mee bedoel is... We hebben te maken met een land die je kan mensen op verschillende manieren bereiken. Mm-hmm. En ik denk dat we al die tools moeten inzetten om mensen te kunnen bereiken. En het is niet zo dat als iemand gaat praten, dat het hopeloos is, want je zou dan mensen krijgen die zeggen, ik luister niet.
En of als iemand gaat protesteren dat hopeloos is. Maar je bereikt altijd mensen. Ja. En ik denk activisme is dat je juist, je doet het omdat je wil steeds in de grotere groep kleiner maken. En jouw kleine groep, alle anderen is vanuit een minderheid gekomen. En de kleine groep wil je steeds groter maken. Dus je moet kijken naar verschillende strategieën om steeds mensen weg te snoepen van die andere kant. En je zei het ook toen we elkaar spraken gisteren nog even ter voorbereiding. Heel mooi, keep your eyes on the prize. Sowieso, sowieso. Dat vind ik ook. Mag ik nog wel vragen uit het publiek aannemen? Ik zit gewoon even wild rond te kijken nu. Als niemand zegt nee, dan gaan we dat gewoon doen. Publiek. Wacht even, we doen, kunnen we je goed horen? Okay. Hoi, ik had een vraag. Ik ben benieuwd waar jullie dan je kracht uithalen, zeg maar, om weer een soort positieve lading naar al die negativiteit. Hoe je dat doet, want het is toch best wel veel. En misschien voor Rashida? Ja, noem mij ongelooflijk naïef, maar ik geloof in de goedheid van mensen. Ik hou van mensen. Ik denk dat mensen echt tot heel mooie dingen in staat zijn. En een tweede zaak is, ik kan me dat niet permitteren om pessimistisch door het leven te gaan, want ik heb zelf kinderen en ik wil dat zij in een wereld terechtkomen, en ik geloof dat ook, die leefbaar is en waar mensen om elkaar geven en voor elkaar zorgen. Een heel naïef antwoord, maar ik meen dat echt. Nou, dat is toch mooi. Jamil? Nou ja, ik weet vooral waar ik vandaan kom en voor wie ik het doe. Ik bedoel, we leven inmiddels in een land waarbij ik ook zie dat mijn ouders ouder worden. En dat hun rechten op hun bepaalde manier. En ik zie hoe er met de toekomstige generaties wordt omgegaan. Dus ja, voor mij is het niet te pesten van energie of zo. Het is gewoon een bepaalde roeping. En ja, ik weet niet. Het gaat gewoon door. En dat zorgt al voor een soort van onuitblusbare energie. Mag ik nog één iets zeggen? Ja, natuurlijk. Dat is een hele mooie quote van James Baldwin, vind ik. En die zegt, zo ongeveer, ik weet hem niet precies. Maar, I cannot be a pessimist because I'm alive. Ja, mooi. Bedoel, er is geen ander alternatief. Ik wilde eigenlijk ook nog even wat zeggen. Want ik schrik soms toch wel behoorlijk van wat er wordt gezegd aan tafel. Als ik zie dat een hoop mensen een beetje een hoop hebben vergeten in hebben laten varen in de samenleving. Ik weet niet, ik heb dat eigenlijk ook wel behoorlijk gehad. Ook als ik kijk naar wat ik een beetje heb meegemaakt in mijn jeugd en wat ik tegenkom in de media. En daarom heb ik eigenlijk ook de keuze genomen om de media wat minder van dichtbij te volgen en de social media ook. En ik heb toch wel gezien dat het een hoop rust geeft. Niet dat je je zeg maar af moet sluiten voor de prikkels van buiten. Maar kijk, ik denk dat hetgeen wat wij hier allemaal meemaken, en we zijn, de meeste mensen die hier zitten zijn mensen van kleur, en dat maakt niet uit eigenlijk, want het gaat inderdaad om een bepaald onrecht wat je ervaart. En ik denk dat in de huidige samenleving, waarbij we zoveel worden blootgesteld aan bepaalde prikkels en zo erg onder druk worden gezet door bijvoorbeeld op werk, als je kijkt naar hoe de neoliberale samenleving in elkaar zit, dan denk ik dat we toch misschien onszelf een beetje motiveren, nou niet motiveren, maar dat we toch wel een beetje worden gedreven vanuit frustratie. En ik denk dat het, als je kijkt naar bijvoorbeeld het debat rond Zwarte Piet, als je kijkt de afgelopen jaren, hè, we zijn natuurlijk een wat mondigere generatie, als je kijkt hier ook in de zaal zie je een hoop jongere mensen. Als je kijkt hoe die visie op Zwarte Piet de afgelopen, 5 jaar zo is veranderd. Vooral bijvoorbeeld in steden zoals Amsterdam, in grote steden. Kijk, ik heb het dan niet zeg maar, over de provincie, waar een hoop Zwarte Piet supporters vandaan komen. Dan zie je wel dat eigenlijk, dat als je bepaalde stappen zet en stappen maakt, dat er toch wel een hoop verandering is. Maar dat je niet moet laten demotiveren door de dingen die worden geroepen en die je eigenlijk worden aangedaan. Want ik merk toch wel, want ik geloof dat... Nou, wat mijn vraag is eigenlijk... ik wilde eigenlijk geen vraag stellen, maar ik wilde eigenlijk zeggen van... Willen we misschien niet allemaal alles iets te snel? Kijk, ik ben van mening, we leven in een behoorlijk gevaarlijke tijd. Als ik de kranten opensla van Hongarije tot Amerika, waar mijn ouders vandaan komen, in Turkije... je ziet eigenlijk wereldwijd dat eigenlijk de democratie overal wordt afgebroken... En ik denk dat we met z'n allen toch wel heel erg goed moeten kijken
nou ja, of hoe we daarmee omgaan en of we elkaar inderdaad uit elkaar laten spelen. Weet je, als de een niet de handtekening hieronder zet, als de ander het hier niet mee eens is, en dan ben je eigenlijk heel makkelijk prooi. Dus ik weet niet. Volgens mij is iedereen het daar wel mee eens, dacht ik toch. Ja. Maar ik wil wel, want daar begon je mee. En ik had dat gevoel ook eigenlijk bij de vraag die jij net stelde. Volgens mij is er helemaal niks mis met je af en toe terugtrekken. Want ik heb dat op een gegeven moment gedaan. Op een gegeven moment, elk stuk dat ik voor de correspondent schreef, en kreeg ik zoveel ellende over me heen. Daarvoor had ik allemaal shit gehad met stukken die ik over de Turkse coup had geschreven. Vervolgens kritiek uit de antiracistische hoek. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik word hier niet gelukkig van. Dus ik heb mij teruggetrokken. En dus ook dat idee van niet willen meedoen aan een circus. Kijk, als het niet je ambitie of je doel is of je wens, ja, trek je terug en ga nadenken en probeer andere dingen te doen. Of focus je inderdaad op andere dingen. Dus dat is even op persoonlijke vlak. En tegelijkertijd denk ik van, volgens mij gebeurt er ook een heleboel. Nederland wordt beter. Ik zie ook toch wel de opkomst van sociale bewegingen. Kijk alleen al naar de Verenigde Staten. De vrouwenbeweging, ook in Nederland, is de vrouwenbeweging in opkomst. Dus volgens mij, ook qua collectieve actie, zie ik wel dingen gebeuren. Het is niet zo dat het stilstaat. Dus. Ik vind het juist dat het heel goed gaat. Ja? Ik vind het gaat heel goed. Als je had verwacht, sowieso, mensen praten over, we moeten ons niet laten verdelen. We zijn al zo verdeeld, we kunnen niet meer verdeeld raken. We kunnen alleen maar dichter bij elkaar komen. En ik denk juist dat, ik zie zoveel mooie dingen, zeker op die vraag die eerder werd gesteld. Het is onmogelijk om pessimist te zijn. Ik loop klassen binnen waar de leerkrachten me waarschuwen dat, nou, als je hier komt, hier zijn de propietes en je gaat het moeilijk krijgen, noem maar op. En als ik klaar ben, staat gewoon mensen in, die staan leerlingen op of docenten die dan zeggen, mijn beeld is bijgesteld van jou. En dat heeft met media te maken, hoe ik word geframed en anderen. Maar ook mensen die zeggen, ik begrijp het nu. Ik doe het niet. Weet je hoe mooi het is? Als iemand die, voordat die je had ontmoet, zo overtuigd was dat die gewoon te maken heeft met een gevaarlijke zwarte man. En dat die daarna een gesprek van soms kwartiertje, soms 50 minuten zegt, wauw, ik kan niet verwachten. En daarom blijf ik pleiten dat we elkaar wat beter gaan leren kennen. Ja. Omdat wij kennen elkaar niet. We kennen alleen de persoon, de monster, de misdadiger dat in ons hoofd is geprint van elkaar. De terrorist zelfs. Gaat zelfs zo ver. En ik denk juist dat het heel belangrijk is dat, ik zou niet hier zitten, ik zou me niet hier aanmoeien als ik niet het gevoel had dat we ergens zullen komen. En dat is het belangrijkste, dat is mijn drijfveer. Dat is wat me drijft in ieder geval om verder stappen verder te zetten. Dus het is gewoon belangrijk wat we doen, zonder wrijving geen glans. En je moet het gewoon voor lief nemen, soms bedrijfsrisico. Ik was mijn baan kwijt, ik zei het is bedrijfsrisico van witte suprematie. Dus je moet toch wel weten waar je mee bezig bent, maar wees echt, ik ben in ieder geval content dat het zover zo goed gaat. Ja, die wrijving is er natuurlijk ook omdat mensen zoals wij hun mond al betrekken. Ik bedoel, als we dat niet deden, dan was er geen wrijving. Ik bedoel, het is natuurlijk ook de heersende de machtsstructuren die zien dat er op wordt gebeukt en dat ze eventueel iets moeten inleveren wat niet echt inleveren is, want het is gewoon een kwestie van gelijkheid, niet van wachten. Ja. Dus dat is ook zo. Dus, is beide. Self-care ook is belangrijk. Mm-hmm. Je moet voor jezelf. Er zijn mensen, ik heb dat nog niet nodig gehad, maar er zijn mensen om me heen die zich echt even terugtrekken en nog sterker terugkomen. Want je krijgt heel veel shit over je heen. Terwijl je het gewoon gratis doet, je doet het gewoon voor ons allen. Want de mensen die nu tegen je staan van, vooral die gezwegen allochtonen, om zo te zeggen, die nu stil zijn en zeggen, nee, niet doen. Zodra jij, vooral die mensen die in positie zitten, die nu hun baan willen beschermen, maar als het doorgaat, zijn zij de eerste die de telefoontjes gaan plegen van, hey, wij hebben een project over diversiteit, we zouden willen aanbieden, maar wie heeft de weg geplaveid? Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik dat heel moeilijk vind, hoor. Hele groepen die het allemaal prima vinden dat jij als een soort kanonnenvoer het werk doet en vervolgens veilig. Ik zo zijn mensen. Ik weet het. Ik vind het heel lastig, maar ik ga
gewoon natuurlijk door. Jij gaat gewoon door, we gaan allemaal door. Maar ik ben daar geen Gandhi of heilige over. Dat ik denk het... van, oh, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt heel veel uit. Nou, ben ik wel... Nou, het is denk ik ook... Het is een rol, ze voelen zich bedreigd. Het is niet mijn rol dat ik klappen krijg. Nee, dat deel niet. Nee. Maar... Ja, klopt. Iedereen heeft eigen kracht en je Nee, ja, ik ja ben iedereen het heeft eens. Zijn eigen kracht. Maar weet je, zwijgen en toekijken hoe andere mensen de klappen opvangen zonder enige vorm van morele steun. Groot gebrek aan onderlinge solidariteit. Ja. Ja, maar dat is wat ik probeer te zeggen. Die solidariteit kun je wel op andere manieren betuigen. Ja, maar als, dat is niet. Ja, maar als hij niet betuigd wordt... Ja, als hij helemaal niet... Nee, ik word nu toch licht aangespoord om me af te ronden. Heel erg jammer, want... Een laatste vraag. Yes. We pakken elke minuut mee. Ik vroeg me af hoe jullie omgaan met... dat je heel vaak, waarschijnlijk in dit debat... wordt aangesproken op je meer etnische kant... in plaats van je Nederlandse kant... terwijl je ook wel degelijk Nederlander bent. Ik zie enthousiast. Wie neemt hem? Nou, Hasna? Nou, ja, nee, ja, ik ben geen Nederlander, dus ik kan niet antwoorden. Ja. Geldt ook voor België. Geldt ook voor België. Maar ik ben van Marokkaanse origine, maar hier niet geboren in België, maar in Marokko. Maar heel jong naar België gekomen. En ik beschouw mezelf gewoon als burger van België. En dat ik toevallig een vreemde naam heb en een kleurtje, doet er volgens mij niet heel erg veel toe. Wat wel belangrijk is, is dat je als burger van een bepaald land ook gewoon de vrijheid en het recht moet hebben om volop te participeren in die gemeenschap. En dat je dus ook heel erg radicale kritiek mag uiten op de manier waarop dat die gemeenschap of samenleving georganiseerd is. En dat je daardoor daar niet op aangekeken wordt als iemand die daar geen recht van spreken heeft, want je hebt toevallig een vreemde naam. Dus dat is iets wat ik eigenlijk ook probeer duidelijk te maken aan mensen met wie ik in debat ga. Ik ben geen vreemde, ik ben ook gewoon burger van dit land. En ik wil op dezelfde manier behandeld worden als elke andere burger. En dat ik spreek, is net omdat ik van die gemeenschap hou. Het is eigenlijk een daad van liefde. Al die kritiek en die actie. Omdat ik wil dat die gemeenschap beter wordt. Omdat ik vind, op dit moment zitten we in een positie of in een situatie met onze gemeenschap die nog niet oké is. En ik wil die vooruitstuwen. En dus is het eigenlijk een fundamentele daad van liefde die ik als burger pleeg. Mm-hmm. Ja. Hasna en dan Jimmy Ono. En dan gaan we afsluiten. Ja. Ja, het is misschien wel grappig. Ik had een niet zo heel lang geleden een gesprek voor een opdracht. En die opdracht zou ik doen met een andere Nederlandse Marokkaanse dame. En de witte Nederlandse vrouw die vroeg me van... Ja. Maar denk je dan niet dat het dan misschien... Dat het publiek jullie dan niet begrijpt? En ik keek haar aan. Ik dacht, maar ik ben toch niet met een fucking alien ship een beetje geland? Ik bedoel, zij is hier geboren, ik was 4. Toen kwam dat je denkt, dat je ruim 40 jaar in Nederland nog te horen krijgt, dat je misschien een beetje de taal niet spreekt. Weet je, dus dat is een gegeven. En ik heb me erbij neergelegd en ik zie het als een rijkdom, inderdaad. Ik ben in Marokko geboren en ik ben er trots op. Wat iedereen ook zegt, het is een extra rijkdom. Het is een extra perspectief. En of mensen het mooi vinden of niet, interesseert me helemaal niks meer. Ik bedoel, dat is na alle klappen wel... Dat is het voordeel van alle klappen, is dat je dan denkt... Nou en? Et alors? Mm-hmm. Maar het is... Ja, Sinan, jij weer? Ja. Huh? Nee. Ja? Ja, ja. Nee, maar het is wel natuurlijk een kort dansen op een delicate dans is het ook. En... er zijn natuurlijk momenten waar je er niet op zit te wachten dat je daarop wordt aangesproken. En andere momenten wel. Maar ik zie dit ook als je ontkomt er niet aan. En dat had ik ook bij de correspondent. Dat ik dacht van ja, oké, deze thema's beschrijven. Als je het niet beschrijft, wie beschrijft het dan? En nu op de universiteit merk ik, ik geef een diversiteitsvak in onze bachelor. En die geef ik met een Marokkaanse Nederlandse. Dat is ook zo typisch. Ik bedoel, wij zijn dan zogenaamd de belichaming van diversiteit. Wij zijn dan ineens een Turkse Nederlander en een Marokkaanse Nederlander die dat vak dan geven. En tegelijkertijd denk ik van... Ja, maar wij zijn ook wel gewoon de beste om dit vak te geven. Ook gewoon inhoudelijk gezien. En op basis van onze ervaringen. En dat ik denk van ja...
als wij het niet doen, wie gaat het dan doen en hoe gaan ze dat vak dan vormgeven? Dus dat is allemaal heel erg case-afhankelijk ook. Ja. Ja, ik maakte in het begin heel erg de fout toen ik opinieartikelen schreef of dat ik een keer ergens in media, dat ik reacties ging lezen. Moet je dus gewoon niet doen. Nee, niet doen. Nee, dus het beste is, als je een mening hebt, stuur het de wereld in. En vervolgens lees geen reacties meer en denk van, haha, ik heb weer wat aangezwengeld. Want niks is zo vermoeiend dan dat je continu geclaimd wordt door alle groepen. Ja, precies. Soms heb ik een stuk geschreven en dan zie ik van landverrader tot aan islamofascist tegelijkertijd. Dan denk ik van, hoe dan? Hoe heb je dit in hemelsnaam geïnterpreteerd? Misschien zijn het wel mijn gebrek aan schrijfvaardigheden, kan ook. Maar wat mij opvalt is, afhankelijk aan welke kant je kritiek levert, als ik een keer even vanuit on-community gedacht kritiek levert, dan word je geclaimd vanuit een groep en zeg, hoe durf je? Je bent toch één van ons? En op het moment dat ik de andere kant kritiek oplever, zegt de andere groep weer, ah, heel goed. Ja. Maar dan is het weer de andere groep boos. Dus hoe je het went of verkeerd, je ontkomt niet aan je etnische of religieuze achtergrond. Dus daarom, stuur wat de wereld in en negeer alle reacties. Ja. Nou, dan tot slot, Jerry, want jij hebt nu, wil jij nog hier iets aan toevoegen? Gewoon blijf dicht bij jezelf. Ik maakt niet uit wat voor spiegel je voor me zet. Ik kan met trots in kijken. Ja. Ik ben gewoon in... mijn moeder heeft me gewoon gezegd, wees trots op jezelf. Ik heb geen reden om te twijfelen aan mijn huiskleur. Ik heb geen reden om te twijfelen aan mijn rijke geschiedenis. En die inmiddels ook onderdeel, die geschiedenis, Nederland is ook onderdeel geworden van die geschiedenis. En als ik zeg ons land, dan meen ik dat ook. En ik vertel ook die jongeren met wie ik heel veel werk in Amsterdam-Zuidoost, claim het. Want op het moment dat ze zeggen, jij bent buitenlander, of je komt hier niet vanuit, terwijl we hebben over autochtone Nederlanders, die zo blijkbaar niet autochtoon mogen gezien worden, omdat ze niet de juiste kleur hebben. Ik vertel ze gewoon, wees trots op wie je bent, maar laat nooit iemand je wijsmaken dat dit land niet jouw land is. Want op het moment dat je dat accepteert, zet jezelf buitenspel. Dank je wel voor deze prachtige woorden. Ik ga afsluiten. Het is zeer zeker niet zwijg allochtoon. Ik zou zeggen, blijf allen nog even. Er zijn drankjes, hapjes. Rashida Lamrabet, heel erg bedankt dat jij hier was. Dat jij jouw verhaal met ons ook hier wilde delen. Ook Rashida is er nog even, heeft een aantal boeken mee. Dus ik zou zeggen, sla je slag, ren op haar af en koop al die boeken. Het is echt een heel erg mooi boek. Jamil Yilmaz, Sinan Chankaya, Jerry Afrije, Hasna Bouassa, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid hier. Shafina en Roos en het team van Rose Stories, heel erg bedankt voor het organiseren en ook weer samen organiseren van dit event. We hopen dat het, nou in dit geval de tweede, is van nog veel meer met meer prachtige gasten, prachtige hosts en iedereen. En natuurlijk het publiek ook ontzettend bedankt, Vondels OS, voordat we hier mochten zijn. En we praten graag met jullie verder. Een fijne avond allemaal. APPLAUS